Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die in deze tijden van crisis, wat het dan natuurlijk toch is, verlangen naar die goede oude tijd. De 39-jarige Mark Davids die doet dat om geheel eigen redenen. Hij leeft anno 2013 volgens de jaren 20 en 30 en is daarom gewoon bijzonder. Ik geloof dat het ergens eind jaren 90 was. Ik had filmbeelden gezien uit die tijd. En toen zag ik die mensen lopen op straat. En die heren met hoeden en de dames. Iedereen zag er mooi uit. En de auto's waren mooi. Ik vond het zo fascinerend. En het design. Eigenlijk alles uit die periode sprak me ontzettend aan. Ik ben me toen in die tijd gaan verdiepen. En toen langzaam ben ik wat spullen gaan verzamelen. De hele woning zelfs al ingericht. En ondertussen krijg je steeds meer informatie. De films uit die tijd. Echt alles. Ja, ik heb natuurlijk uiteraard ook een hele moderne computer. Maar zelfs die is voor nostalgisch gebruik. Natuurlijk kom ik ook gewoon in de supermarkt. Uiteraard wel zo gekleed. En natuurlijk kom je natuurlijk overal waar je zijn moet. Maar om naar de moderne wereld te kijken, dat doe ik met iets minder plezier, zou je kunnen zeggen. Ik ga zeker 2 keer per week naar de barbier toe. En op een ouderwetse manier laten scheren en knippen. Elke tijd heeft zijn voor- en nadelen. Toen waren heel veel dingen goed en niet goed. En die zijn vandaag de dag ook. Ik leef nu vandaag de dag volgens die tijd. Ik zeg altijd maar, ik ben getrouwd met de jaren 20 en 30.